Mijn eerste stop in het mooie Gent is hier bij Monument. Café de Viking bij Liesbeth, de oudste cafébazin van Gent. Heel veel dokwerkers en Gentse volksmensen komen hier nog een pintje drinken. Maar vooral, Liesbeth is begin dit jaar overvallen geweest. En daar gaan we het even met haar kort over hebben. Kom mee. Dag Liesbeth, hartelijk dank dat ik hier mocht stoppen op mijn tocht naar Brussel. Ze hebben mij verteld dat dit een monument is. Hoe lang werkt je al in de Viking? Ik ben bezig met mijn 58ste jaar. 58ste jaar. Ja. En heb je altijd hier gezeten? Nee, ik ben begonnen ook op Port Arthur, achter de hoek. En daar werden we onteigend, want we moesten naar appartementen komen. En ik had geluk, mijn zuster stopte hier. Dus gisteren afscheidfeest en dag erachter, opening. Ja. En de naam de Viking, toevallig omdat je dat schoon klinken vindt? Of? Nee, dat is voor de Scandinaven. Ah. Kwamen er vroeger veel dokwerkers of matrozen vanuit Scandinavië hier? Scandinaven, veel. Ieren, Denen, Engelsen, Duitsen. Internationaal. Wat is er gebeurd begin van het jaar? Wel, begin van het jaar is de drama van mijn leven geweest. Ik lag te slapen en dan in één keer geluid, doe mijn oog open schrik en drie mannen en een vrouw stonden boven aan mijn bed. En ze hebben jullie eigenlijk overvallen? Ja. Hebben ze veel gepikt? Zeer veel. En tijdens dat ze zei, want als ze samen iets zei, verstond ze niet, het was een taal. Het was niet in het Nederlands? Ja, het was geen Engels, geen Duits, geen Fins, geen Scandinavisch. Het was Romas. En tijdens dat ze zei, money and gold. Money and gold. Ja. En dan wisten we hoe laat dat was. Maar ja, dan hebben ze mijn ringen van mijn vingers getrokken, mijn pink gebroken, mijn afsketting afgetrokken met mijn Napoleon in. 14 dagen link in mijn landschap. En mijn naam is zwart met zo twee verzwaal erop. En ik heb gelezen in de krant dat ze zelfs ook een doek in hun mond hebben gestoken. Op het einde heeft hij een doek op mijn mond gelegd en zo gedaan. Het is tijd, Liesbeth, dat de angst van kamp verandert. Hè? Het zijn niet brave mensen zoals u, nee, die dag en nacht hebben gewerkt al 58 jaar, ja, ja, die nu s'avonds schrik moeten hebben. Is dat krapul en die, ja, criminelen die schrik moeten hebben? Ja, dat gaat niet meer. Nee. We gaan ons best ervoor doen. Dank u, vriendelijk. Liesbeth, mag ik u een knuffel geven? Ja, zo. Deze bijzondere getuigenis van Liesbeth zal me zeker bijblijven. Ik zit toch naar Gent, verder, maar niet zo ver. Het hoekje om hier. Want ik ga praten met echte venten, de dokwerkers van Gent.